Goedemorgen, middag, avond en leuk dat je kijkt naar dit nieuwe videofragment. En dit keer is er iets nieuws. Vandaag is Steve gerenewed. Yes! En verder heb ik het nieuws nog niet gezien. Ik ben meteen ingelogd toen ik zag wat het zou zijn. En we hebben hier de verkeerde knop. De boerderij van Steve en een nieuwe look bewonderen. Dus we gaan naar Steve. Om de nieuwe look te bewonderen. Maar ik wil eerst langs Moorland om de hoefijzers in te leveren. Die ik vandaag heb verzameld. En ik moet nog de race doen. Waar staat de verjaardagsrace? Mis ik wat? Ik hoop niet dat ik wat mis. Dat zou niet de bedoeling zijn dat maar één week verjaardag race is. Is het maar één week feest geweest? Oh nee. Oh, er is paniek. Er is paniek in mijn. Oké, er zijn nog ballonnen, dus het zou. Oké, daar staat er nog. Phew. Maar waar is de verjaardagsrace? Ik heb hem vandaag nog niet gedaan. Nou. Ik wou nog de verjaardagsrace vandaag doen. Dat vind ik stom. Gelukkig is het dit hier nog. Waardoor ik de boel kan inleveren. Fijne verjaardag. Want ik moet het setje nog helemaal hebben. Ik ben wel lekker bezig met het verzamelen van hoefijzers. Maar ik heb nog niet alles. Dus we zijn lekker. Hier, we hebben alweer een deel van de set binnen. En nu gaan we natuurlijk, waar we eigenlijk voor kwamen, naar Steve toe. En ik wil heel graag aankomen rijden vanuit de GED, zeg maar. Dus vanaf hier. Ik wou daarin, maar dan kom ik aan de achterkant uit. En ik wil eigenlijk gewoon erin rijden. Ik wil erin rijden. Dat heb ik gewoon bepaald. Alleen, er is niet echt iets wat ik denk van... Is er nog iets meer bij? Want ik heb het nieuws niet kunnen lezen nu. Ik zag wel hier waren twee nieuwe items, maar ik weet niet hoe nieuw die zijn. En ik was nog benieuwd of er in de Lifetime Shop iets zat. Ik hou het wel echt spannend voor jullie. Die krijg je elke keer weer terug. Maar we komen natuurlijk voor Steve. En dat is waarschijnlijk ook het enige wat veranderd is. En volgende week komen er dus, als het goed is, de paarden uit. De Fries, de Arabier en nog wat paarden. Ik wil heel graag voor die Arabier gaan. Dus laat even leuke namen achter die ik kan... gebruiken voor mijn paard. Oeh, nee, er is helemaal niks in de Lifetime Shop. Ik dacht, misschien is dat ook nog, misschien is er nog wel wat. Maar dat was niet zo, dus we gaan lekker door naar Steve. En dit keer rijd ik er wel heen, ga ik niet die door. Psych, we gaan naar Fort Pinta. Huppakee. Nee, ik ga echt nu naar Steve. Die wachten nu al een tijdje. En daar gaan we. Er zijn trouwens ook weer een aantal codes... voor de verjaardag gekomen. Ik zal ze in het eerste berichtje van de chat doen. Die staat gepind. Als de reacties uitstaan moet je even refreshen. Want die zet ik zo snel mogelijk weer aan. Want ik weet ze even niet uit mijn hoofd. Maar er zijn weer nieuwe codes aanwezig. En wow. Oké. Dit is bijzonder. Ik wil de Steve race doen. Oh, dit is helemaal aangepast. En hier is nu ineens een huisje. Is dit waar Steve dan woont? Het weiland is een beetje aangepast. We hebben hier nog de put. Hier is dan de race. Oh, is dat nu dit geworden? Dit is de highscore race. Waar is Steve zelf? Oh, daar. Wacht, is Steve vernieuwd? Nee, Steve is nog Steve. Gelukkig. Oké, hier hebben we de chores. We hebben nu extra weilanden. Is dit een bak? Wat is er met de bak gebeurd? Oh, we hebben een nieuw... Wow. Oké. We hebben een bak. Dit is wel heel insane. Nu kunnen we dressuur doen in Steve. Kan ik mensen uitzetten? Nee, tuurlijk. Ik kan geen mensen uitzetten. Dat zou geweldig zijn geweest. Wow, het is heel apart om hier wat te zien. Want dit is altijd nutteloze ruimte natuurlijk geweest.
Oké. Okay. Die molen is ook vernieuwd. Oh my god, en de toren daar? Damn, is Marley dan ook vernieuwd? Het is hier zo groot. Het is hier echt insane. Maar dat is ook vernieuwd. Nee, Marley is nog wel hetzelfde. Nee, Marley moet nog een update krijgen. Die toren is ook vernieuwd. Ik vind ze niet. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ik vind ze er beter bij passen, maar ik vond de oude mooier. Ik moet er denk ik nog even aan wennen. Is dan die silo daar verderop ook aangepast? Ik denk het wel. Dan zijn al die silo's aangepast. Hey. Hoe fijn is er? Oké, dit is heel erg bijzonder. Een logeerkraal, dat is wel heel leuk. Damn, ik ben niet gewend. Hallo allemaal, kunnen we ook hier omhoog? Dit is de homestable, wat vet. Ik heb natuurlijk mijn thuisstal niet meer hier. Maar dat is wel leuk dat je dan omhoog kan. Omdat hier natuurlijk de stal open is. Kan je ook en dan kan je ook daar erin. Oh, wat leuk. Dit vind ik wel leuk. En hier staan de trailer en hier staan de paarden. Oh, het is een beetje mijn mini paardenmarkt nu. Dat vind ik wel wat hebben. Oh, en hier is de kapper. Niet de kapper, de paardentrainer. Nee, je hoeft Summer niet te trainen. Dat doe ik zelf, inzie. Ik las Summer. Waar is de paardenkapper? En waar is dit dan weer voor? Oh, er ligt hier een hele akkerveld. Oké. Waar is de kapper? Ik mis de hele kapper. Hadden we niet de kapper ook op de icoontje staan? Paardenkapper. Paardenstylist. Aan. Oké, ik moet die kant op. Rijk er langs. Oh, daar is ze. Ik reed gewoon volledig langs, joh. Oh, ze heeft ook een nieuwe look gekregen. Inzie. Oh, ezeltje. Nee, dat is eigenlijk heel stief. Damn, we moeten nog de Steve race doen. Dat gingen we doen. Ik vind die paddokjes ook wel leuk. Ik heb die nog niet van dichtbij bekeken. Hier is een schuilstal. En hier was dan de bak. En hier stond de trailer. Ik vind het heel raar dat de trailer weer daar staat. Maar het is wel een betere plek voor de trailer. Maar ja. Wat cute. Oké, Steve, ik wil je race doen. Steve, doe de race. Ik ben benieuwd of dat... Ja, het is wel veranderd. Want het moet wel veranderd zijn. Het idee is nog wel hetzelfde. De Steve race die ik elke dag deed, is nu gewoon helemaal aangepast van hoe ik het gewoon niet ken. Dat is gewoon heel apart om te beseffen dat gewoon niks meer over is van deze race hoe die was. Ik vind wel weer nieuwe shortcuts. Dat vind ik leuk. Ja. De route is nog wel redelijk hetzelfde. Dan ga je hier om Steve heen. Oh, maar gaan we nu wel een stuk verder. En daar overheen. Ja. Eerst rij je altijd daar. En nu rij je hier. Dus wow. Nu gaan we eens over deze berg. Oké. Nee, hij is heel erg veranderd. Ik weet ook niet wat mijn tijden waren. Dan kan ik kijken of die langer is of even groot is, et cetera. Ik denk dat die wel even lang is. Maar dat het voelt gewoon niet. Het voelt gewoon raar. Hoezo moet ik ineens daarin? Wat is dit nou weer? Huh? Moet ik ineens een extra rondje rijden? Deze vlag. Wat? Hè? Ik dacht, dit is het. Nee, ik vind het niet meer leuk. Ik wil mijn oude race terug. Ik word hier naar van. Ik word hier heel naar van. Recordtijd, een minuut. Hij is langer. Hij is langer. Ik kan niet zeggen dat het niet zo is. Hij is langer. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Ik vind het heel gaaf, maar ik... Alle nostalgie is weg. Dat is het een beetje. Het is echt heel vet. Maar het is, ik moet gewoon heel erg aan wennen. Steve. Ja, dit is heel apart. Ja, wat is er nog meer te beleven? Nou, alles hebben we nu ontdekt met
enkel de ding. Ja, de boerderij is verstierd. Boerderij, 10-jarig jubileum en de verandering aan de rij al. En veranderingen en suggesties, heel leuk dat we aangebracht hebben wat je ervan vindt. De verandering bekijken die we hebben aangebracht. Oké, er is wat aan de rij al veranderd. Ik rij ook meteen hierheen, want ik denk dat hier de trailer staat. Maar de trailer staat hier helemaal niet meer. Dus ik ben benieuwd naar de rij al. Want aanpassing aan de rij al? Ik hoop dat ik ze kan vinden. De rijhal. Ja, en volgende week komen er paarden inderdaad. I was right. Haha. Oké, rijhal. Ik zie niet vanaf de buitenkant iets. Ik weet niet, ik ben hier niet vaak genoeg geweest om die veranderingen te zien, denk ik. Ja, heel benieuwd wat je hiervan vindt. Oké. Dus dan met de camera's. Dit is de muziek, dat zijn de camera's. Ik vind dit altijd ook wel veel vet. Nee, alles daar nog hetzelfde. Daar is de paardenkapper, hier is de kast. Misschien hebben we een nieuwe set. Dat we natuurlijk. Hallo, ik wil hier gewoon met mijn paard op. Oké. Dat ging fout. Wat is dit dan? Oh! Was dit er al? Dit is lichtjes. Je kan het licht aanpassen. Nu heb je zeg maar dit baklicht. En nu heb je gewoon normaal licht. Is dat misschien. Ik weet niet of dat nieuw is. Ja, heb je nog steeds die A, B en C? A, B en C. Als B was die pionnetjes. Die zetten. Waar waren die western dingen ook alweer? Want we hadden ook western. Waar heb je dat nou weer neergezet? Ik dacht dat er ook western was. Oh, je rijdt er nu volledig langs, Jessie. Ik dacht dat hier barrels stonden. Nee. Oh, blijkbaar niet. Waarom is dat nu eindelijk wel aangepast bij Starshine Hoeven? Dat dat daar komt. Paints zijn er wel nog steeds. Oh, de paints. Ik ben nog steeds aan het twijfelen of ik nog deze zou kopen of deze. Ik weet het niet. Ik wil misschien wel, misschien niet. Ik weet het niet. Maar dat was alweer de video voor deze keer. Laat me weten wat je vond van de Steve update. Ik ben heel benieuwd naar jullie mening. Mijn mening weten jullie onderhand al. En wat vind je van de rij al? Dat je het licht kan veranderen. En ik weet ook niet waar die barrel race dingen zijn. Of dat ik het gewoon verzin dat die er waren. Ik zweer dat ze er waren. Ik hoop dat iemand in de reacties dat kan beantwoorden voor mij. En dan zie ik jullie bij de volgende video. En dat is zaterdag. Houdoe!